als eerste eerst de bocht uit. Wie krijgt hij met zich mee? Max Kremer staat op de 2. Op de 3 Stijn van Geffen. We gaan meenemen man van Nuland, Lars van der Hatert. Maar Roelofs krijgt het niet cadeau. Verre van dat, want er is een man aan het jagen. Die heet Max Kremers. Kremers gaat het proberen. Die gaat nu aanval inzetten op het later in het stuk. Roelofs of Kremers. Het is de B-finale Boys 14 voor Ryan Roelofs. A-finale aan de plank. Boys 14.